Leeuwpoppers! Grote dikke koppen! Nou, de directie van het theater wenst u een hele prettige voorstelling! Filmpje! Normaal heb ik altijd brommen pech. Maar Bob mocht zijn motor niet gebruiken vanwege autoloze zondag. Dus heb ik hem geduwd. Maar ja, dat heb ik wel voor hem over, hoor. Moest u ver? Nou, meneer de rechter, wat is ver? Hè? Bedoel, wat is Schiedam-Vraneker in een mensenleven? Ja, dat is een heel eind. Ja, nou, dat is waar, hoor. Maar ik had het wel voor hem over, hoor. Ik hou er zo veel van. Ik wil voor mijn cliënt een goede regeling, dat begrijpt u zelf ook wel. De echtscheiding heeft voor mijn cliënt zowel psychisch als lichamelijk grote consequenties. Sorry dat ik zo laat ben, maar ik kon geen plekje vinden. Nou, ik ben er, hoor. En uw raadsman is er ook? Nou, nee, die heb ze gisteravond verhangen. Ja, de Marcel heeft gisteren de zaak verloren van zijn zigeunerbroer. U weet wel, die vent die stond op de kermis, die verkocht suikerspinnen met salmonella. En toen een paar maanden geleden, weet je toch wel, er zijn nog een paar bejaarden zijn toch omgekomen in de hulli-gulli. Die zijn toch in hulli-gulli op de kermis in Schiedam zijn omgekomen. En toen zijn advocaat dus dat dat kwam door de hulli-gulli. Maar de consumentenbond, die zei dat het aan de suikerspinnen legt. Lacht. Heb gelegen. Gelegen. Gelacht. Nou ja, ieder geval aan de suikerspinnen. Moet ik dit allemaal noteren? Meneer de Rooij, zullen we overgaan tot de orde van de dag? Ja, ja, u begon mijn vraag stellen, gek. Uw raadsman is er dus niet. Nee, die is er niet, maar ik doe het allemaal zelf voor. Ik heb genoeg ervaring. De Bijbel. Ik heb God achter me staan. Ik heb een vaklicentie nog, u weet dat ik even bezig ben. Zo. De smief van je bodymilk. Lunch. Nou. We kunnen beginnen. Meneer de Rooij, zou u even naar voren willen komen? Wat wil ze? Doet u de kap af, hè? U zult het in moeten houden, het is hier geen televisie. Nee, dat is natuurlijk. Daar heb je ook weer gelijk in, wijfie.
Het is natuurlijk geen pretje om te gaan scheiden. Toen ben je zelf als gescheiden, wijfie? Pardon? Nou, dat je wel eens nachts droomt, na 40 jaar huwelijk met een lijk, dat je wel eens nachts droomt van zo'n strak getrokken Filipijns korianderlijfje boven je zwetende borstharen. Meneer de rechter, dit kan toch niet? Nee, alsjeblieft, meneer de Roy. Nog geef nou eens toe, lijk. Heb je nou nog nooit gedroomd van zo'n Antilliaanse schoone? Van zo'n Arabaanse gleuf gutsend boven je gore griepel, geile beer? Meneer de Roy dient zich aan de regels te houden. En wie is die vetvlek? Ik behartig de belangen van uw ex-vrouw. Bestelde maar de grafkrant, maar ik maak er helemaal af. Meneer de Roy, daarom zijn we niet hier. Nee, maar ik trek wel al mijn nagels uit de klauwen zonder verdoving. Ben je om de hoogte van uw alimentatie te bepalen? Dat kan wel zo wezen, maar ik zuig het er zo uit dat ze 3,5 maand aan het infuus legt. En nou gaat u zitten. U begrijpt wel uit de woorden zojuist gesproken door de echtgenoot van Annie de Roy. Objection! Objection. Gaat u door, raadsvrouw. Meneer de rechter, als meneer de Roy dan inderdaad kiest voor een echtscheiding, dan vind ik dat er voor mevrouw de Roy een goede regeling getroffen moet worden. Ze heeft 3 kinderen. Objection, je honor! En nou ter zake. Edelachtbare rechtsbank. Ik bedoel, het is een stomme gedachte misschien hoor. Maar kan ze niet zelf de brood verdienen door te werken? Mevrouw, denkt u dat u kunt werken? Nou, zeg nooit, rechter. Ik dacht ook nooit dat ik zou gaan scheiden. Joh, wijfje, kan amper denken. Nou, ik heb wel bijvoorbeeld vanmorgen gedacht aan je verjaardag. Gefeliciteerd met je verjaardag. Nou, dankjewel. Nee, die weg dat ik niet van je wil scheiden, hoor. Dat weet ik ook wel. Bent u jarig? Objection! Nou, objection. Ik wilde u alleen maar feliciteren. Ja, u trekt partij voor mij! Toegewezen. En dan nu nog even de inboedel. Meneer de Roy heeft veel te veel inboedel tot zich genomen. Nou, Bob, kijk, je hebt spulletjes weggenomen van ons en de kinderen, waarvan wij zeggen, ja, die zijn gewoon van ons en van de kinderen. Advocaat, zou je even tegen mijn ex willen zeggen dat ze de kop dicht houdt als ze tegen me praat? Misschien is het beter als je nu eventjes niks zegt aan het. Wij verlangen terug de kleuren-tv, de eikenhouten keukentafel. En de Nintendo Gameboy willen we graag terug. En de Nintendo Gameboy willen we graag. De Nintendo Gameboy is gewoon van mij! Nou, nee, de Gameboy is van de kinderen. Oh ja, en wie hebben het al betaald in de Nintendo Gameboy? Ik ben toch jarig? Bob, wees nou even redelijk. Redelijk? Redelijk, wij zijn nou eens redelijk. De ware reden dat wij gaan scheiden, hè, ligt nog steeds in het feit dat jij mij niet wil pijpen. Dat is de reden dat ik van je wil scheiden. Door mijn hele leven leg ik krom voor haar. En als ik dan eens vraag of zij een avond mij krom wil leggen, heb het wijfje weer kramp in de kaken. Nou, dat is helemaal niet waar. Ik vind het gewoon geen fijne uiting van liefde als ik moet doen wat jij zegt dat ik moet doen. Dat is gewoon. En meer vrouwen bij mij in de buurt vinden dat niet echt. Voor veel vrouwen in de buurt vinden dat gewoon geen fijne manier om elkaar de liefde te verklaren. Ja, alsof ik vingeren zo lekker vind. Alsof ik vingeren zo dat ik denk, god, ik ga weer vingeren.